Een luchtwegaandoening kan behandeld worden met aerosoltherapie. Dit is een therapie waarbij medicijnen worden samengebracht en verneveld worden. Het is belangrijk dat het kind deze nevel diep inademt om het maximaal effect te bekomen. Aerosoltherapie kan meerdere keren per dag toegediend worden. Met deze film willen we er de aandacht op vestigen dat deze therapie goed wordt uitgevoerd. We willen dan ook graag Emma bedanken voor haar medewerking om dit filmpje tot stand te brengen. Dag Emma, hier ben ik met de aerosol. Het is er alweer tijd voor. Ik ga hem in dat apparaatje gieten. Goed? De verpleegkundige komt met de aerosol naar de kamer. Dit is een waterachtig medicijn dat via het aerosolmasker zal ingeademd worden. Het masker en de leiding worden aangesloten op de centrale perslucht, waardoor er een verneveling ontstaat. Zeg maar, je bent zo mooi aan het kleuren. Dat is wel goed gelukt, hè? Die tekening. Lassa, geef hem erin. Dichtschroeven. Voor een maximaal resultaat dient het masker goed aangesloten te zitten op neus en mond. Een elastiek bandje dat aan het aerosolmasker zit, zal hierbij helpen. We moeten er wel altijd op letten dat je het maskertje goed recht houdt, want anders gaat het hieruit lopen. Hè? Zelf goed recht gaan zitten, zit je gemakkelijk? Dan ga ik het masker zo overtrekken, de oren goed eronderin steken. Voilà, je mag het vasthouden, goed recht blijven zitten. Ik ga het nu aandraaien, niet verschieten. Het maakt een beetje lawaai. Tijdens het inademen komen er kleine wolkjes uit het masker. Deze voelen soms een beetje koud en vochtig aan, maar ze doen helemaal geen pijn. Het kan ook gebeuren dat je door de wolkjes moet gaan hoesten. Voilà, Emma, gaat het zo? Ja? Ik ga nu 10 minuutjes zo verstuiven en dan kom ik het terug dichtdraaien. Oké? Goed zo. Tot dadelijk. Dag Emma. De duur van een aerosoltherapie is ongeveer 10 minuten. Na deze tijd mag het aerosolkraantje door een van de ouders of van de verpleegkundige dichtgedraaid worden. Kleine kinderen vinden aerosoltherapie over het algemeen niet zo leuk. Daarom mogen zij bij mama, papa of bij de verpleegkundige op schoot deze aerosoltherapie nemen. De 10 minuutjes zijn alweer om. Gaan we hem hier dicht draaien. Zo. En het maskertje van je gezicht halen. Voilà. Dat viel denk ik toch wel mee, niet? Ja, goed zo. Om ervoor te zorgen dat het masker goed blijft werken, dient het dagelijks uitgespoeld te worden en afgedroogd. Bij ontslag kan het zijn dat de dokter je thuis ook nog aerosol voorschrijft. Mama en papa kunnen dan bij de apotheek of bij de mutualiteit zo'n toestel gaan huren. Het masker en de leiding die je in het ziekenhuis gebruikte, mag je dan uiteraard mee naar huis nemen. Wat gaan jullie nog verder doen? Ga je nog verder kleuren? Dat is goed zo. Doe maar door, want je doet dat heel goed. Tot straks, dan gaan we het maskertje nog eens opzetten. Goed? Tot straks, Emma. Dag! We hopen nu met deze film een duidelijk beeld gegeven te hebben over de aerosoltherapie. Indien u nog meer informatie wil, kan u altijd terecht op de website van het ziekenhuis Oost-Limburg.